Vierdaagse en de daarbij horende Vierdaagse feesten zijn weer achter de rug. Er is niks gebeurd, maar voelden de Nijmegenaars zich nou ook echt veilig? Daar gaan we het vandaag over hebben. En het kan je niet zijn ontgaan, de Pokémon Go rage. De meningen zijn er erg over verdeeld, dus wat vindt Nijmegen nou echt over deze kleine gekke beestjes? What does the fox say? What the fox say? Met alles wat er de afgelopen tijd in Europa is gebeurd, was in de aanloop van de Vierdaagse veel speculatie over de veiligheid. Is het nou wel veilig dat er op één plek zoveel mensen bij elkaar komen? Heeft het mensen er nou van weerhouden om naar de stad toe te gaan? Of hebben ze er eigenlijk niet over nagedacht? Wij gaan het uitzoeken. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-een. What the fuck say? Hoe heeft u daar Vierdaagse ervaren? Ik ben maar alleen een paar keer naar de wat zomerfeesten geweest. Een paar keer? Ja, twee avonden. Ja. En hoe vond u de veiligheid? Had u een veilig gevoel? Ja, ik ben nergens heb ik me onveilig gevoeld. Ik heb de Vierdaagse vuurwerken gekeken vanaf de brug vanaf de Waalbrug. En ik heb me daar geen moment onveilig gevoeld. Dus bij de Waalbrug was het echt het toppunt van drukte? Ja, dat was best druk, ja. Geen seconde ook bij stilgestaan van, nou, misschien kan er wat gebeuren? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat politie en andere veiligheidsinstanties goed hun best hebben gedaan. Stond je van tevoren erbij stil dat het misschien niet helemaal veilig was? Of had je dat gevoel helemaal niet? Nou, natuurlijk, het schiet wel even door je hoofd heen of zo. Maar nee, ik heb niet daar heel erg lang over bij stilgestaan. Ook geen plaatsen dus gemeden? Nee, eigenlijk niet. Nee. We zijn niet geweest. Niet geweest? Oh, dat vind ik interessant. Mag ik één ding vragen daarover? Over de veiligheid? Nee? Mag ook gewoon nee zeggen hoor. Hoeft niet te negeren. Dankjewel. Fijn. Ben je naar de Vierdaagse geweest? Tuurlijk. Goeie antwoord. Vond je het veilig? Ja. Je dacht er even over na. Had je van tevoren misschien een idee van, misschien is het niet zo veilig met alles wat er gebeurd is in Europa? Ja, nou, ik dacht, als ik een terrorist was en de koning komt op vrijdag en het is druk, moeilijk te controleren. Ik dacht, dan zou ik het dan doen als ik het in Nijmegen zou doen. Precies. En heb of je tijdens het vuurwerk. Of tijdens het vuurwerk. En heb je die plekken dan nog gemeden op dat moment? Nee. Nee, dus uiteindelijk... Ja, ik ben er niet geweest, maar het zou niet meespelen. Vorige jaren ook goed gegaan, dus waarom deze niet, toch? Dat vind ik een hele goede houding. Had u van tevoren bedacht, nou, er gaat misschien iets gebeuren tijdens de Vierdaagse qua veiligheidssituatie? Nee. Totaal geen angst. Nee, helemaal niet. Nee, dit zijn wij niet geweest. Oh, nou, dat vind ik interessant. Bent u niet geweest omdat u niet leuk vond? Of ook heeft dat iets mee te maken met de veiligheidssituatie? Nee, ik ben naar de Zwarte Cross geweest. Oh, oké, okay, leuk. Nou, misschien kan ik het daaraan koppelen. Voelde u zich daar veilig? Super veilig. Ja? Ja. Dus heeft u niet zoiets met alles wat er gebeurt in Europa, dat je toch wat meer bij stilstaat? Nou, je staat er wel bij stil, maar ik voelde me eigenlijk daar wel super veilig. Ja, oké, okay, dus dat was totaal geen overweging? Nee, want ook als je daarna gaat handelen, dan heb je al verloren, eigenlijk. Dat vind ik een hele goede instelling, inderdaad. En je laat je dus niet van weerhouden om naar bepaalde evenementen of gedeeltes te gaan? Nee, dat kun je nergens meer naartoe. Je houdt de berichten wel in de gaten allemaal, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar ik denk dat we het hier in Nederland wel goed voor elkaar hebben. Ik heb wel wat bewaking gezien. Ja, dat viel wel op, dat hij wat rondfietste. En dat gaf verder ook geen extra onveilig gevoel. Ja. Het hoort gewoon bij zo'n groot evenement, denk ik. Ja, precies. Dus eigenlijk zijn er andere evenementen misschien in Nederland waarbij je zegt, nou, daar zou ik dan wel weer bij uitkijken? Of nee, eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Oké, nou, goed om te horen. Heel erg bedankt. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Al steeds meer jaren lijken mensen steeds meer verdiept te zijn in hun telefoon. Maar de afgelopen maanden lijkt het de pan uit te reizen. Mensen kijken op hun telefoon, houden hun telefoon omhoog. Mensen van alle leeftijden eigenlijk. Wat is dit precies? Ze zijn op zoek naar de welbekende Pokémon natuurlijk. Maar wat vindt Nijmegen nu echt van dit fenomeen? What the fuck say? Mevrouw, bent u Pokémon's aan het zoeken? Nee. Nee, niet? Nee. Ik zie u zo met de telefoon. Ja, dat wel, maar ik doe er niet aan mee. Nee, wat vindt u van die rage? Ja, ik hou me daar helemaal niet mee bezig, ik hoor er wel heel veel van. Maar ja, volgens mij moet je er niet aan beginnen. Want het is verslavend. Ja. Hallo jongens. Zijn jullie Pokémon aan het vangen? Ja. Hoe gaat dat? Ja, goed. Is dit nou een goede plek om te staan? Ja, wel beter dan waar wij wonen. Waar wonen jullie dan ongeveer? Malden. Oh, dus jullie komen dan echt hierheen? Ja. Voor Pokémon? Ja. Wauw. Vandaag was er op het nieuws een buschauffeur toch ontslagen. Omdat hij Pokémon's aan het vangen was? Ja. In Nijmegen of wie? Dat weet ik niet. Nee, Leiden. In Leiden? Dacht ik.
Oh, we gaan over buschauffeurs gesproken. We gaan een stapje hierin. Maar u weet dus wel wat de Pokémon Rage is? Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ik ben ook niet een keer aan de plein niet gekomen om een keer... Ik zou niet eens weten hoe ik het moest doen. Waarschijnlijk moet ik iets downloaden of zo. Precies, ja, daar begin ik niet aan. Ja, ja, ja. Nou, je hebt een... Je hebt zeg maar je map voor je, van een soort van Google Maps. Ja. En dan zijn er zeg maar, in sommige straten zijn er dan Pokémons neergezet. En dan moet je daarheen lopen om hem te vangen. Welke Pokémon hebben jullie net gevangen? Pikachu. Pikachu? Ik hoor net de jongen zeggen ik wil een Pikachu. Oh ja, ze zeiden volgens mij dat ze hem al hadden gevangen. Oh, ze hebben hem ook al? Ja. Dus dit is de Pikachu plek? Ja. Ja. En hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat? Dat zie je gewoon op je hier. Kaart. Ja, ja, zie je op je kaart. En kan iedereen dan die Pikachu vangen? Of als je hem één keer hebt gevangen, dan is hij voor de rest weg? Dan nee, dat niet. Ja, iedereen kan hem wel vangen. Maar voor jezelf is hij weg. Hé, hey, jij bent Pokémon aan het vangen. Ja, dat klopt. Je bent het eerste meisje die ik dit zie spelen. Oh, ben jij nou een van de weinige meiden ook? Of is het toevallig dat ik dat... Ik denk toevallig. Ik denk wel dat er meerdere meisjes dat spelen. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Het komt echt uit mijn jeugd. En ja, het is een bezigheid. En ja, het houdt je ook van de straat, laat maar zeggen. Of juist zet het je op de straat. Ja, dat ook. Maar het brengt wel weer aan je dagelijkse beweging. Want hebben jullie vroeger Pokémon ook gespeeld op de Game Boys en dergelijke? Ik niet echt. Niet nee, echt. Gewoon op tv gezien. Want hoe oud zijn jullie? Ik ben 24. En jij bent? 25. 25. Nou, je ziet ook heel veel jongeren. Zijn jullie nou echt de oudere generatie dan die dit speelt? Of valt dat nog heel erg mee? Ik denk dat het heel erg meevalt. Ik denk dat iedereen het speelt. Je ziet ook heel veel jongere kinderen, maar die kennen de Pokémon niet. Maar die vinden het gewoon leuk om naar buiten te gaan en dan te gaan zoeken. Dit is dus de hotspot om te zijn. Ja, klopt. Als je hier om het hoekje gaat, dan heb je 4 Pokéspots bij elkaar zitten. Ja. Dan zet iemand een lure aan. Nou, op alle 4 de spots komen dan een lure. Ah, en dan komen ze vanzelf naar je toe lopen. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te blijven zitten. Dus dat is wel weer slecht dus voor je dagelijkse beweging. Dus je gaat daar gewoon zitten en dan komen ze naar je toe. Ja, klopt. Dus wat maakt voor jou Nijmegen dan een goede stad om dan Pokémon te vangen? Is dat echt die plek? Of hebben ze even Nijmegen zelf ook iets gedaan als stad van, kijk... Ja, het is het Valkhof Museum. En het is best wel veel dingen, laat maar zeggen, waar... ze pokespots op kunnen zetten. En historische momenten, zeg maar. En je zit dicht bij de Waalkade, dus daar heb je ook waterpokémons en zo. Oh, dat is daar ook weer aan gekoppeld dan? Ja, klopt. Hallo meneer. Niet schrikken. Heeft u ze al gezien? Wat hebben we gezien? In het water. Wat hebben we al te zien in het water? De Pokémon! Jazeker, daar ligt die. Welke is er? Welke is het? Linkse. De linkse. En wat is nou dan een hele bijzondere Pokémon? Weet jij beter antwoord op? Ja, volgens mij is Snorlax wel bijzonder. Ja? Ja, ja. Ik hoorde net iemand ook al Snorlax zeggen, inderdaad. Voor mijn gevoel was het altijd die dikke kat die nooit wat deed. Maar blijkbaar is hij sterk. Ja, die schijnt heel sterk te zijn, ja. Wat vindt u nou van de Pokémon Go Rage? Ik vind helemaal niks. Helemaal niks? Nee, maar nou, die jongen ziet en je kijkt niet uit, dan hij ze eronder liggen. Ja, ze letten helemaal niet meer op dus? Nee, helemaal niks. Dan hebben ze nog van die grote dingen op de kop. Dus het is levensgevaarlijk eigenlijk? Ja, maar luister, ieder zijn eigen wil, maar ik vind er niks. En is er ook nog, er was toch ook zo'n Mewtwo of zo? Mewtwo, ja. Mewtwo, kijk. Is die goed? Ja, maar die is nog niet uit. Oh. Er zijn een paar nog niet uit, dus die kun je nog niet vangen. Dus het spel blijft ontwikkelen, er komen steeds meer dingen bij dan? Ja. Zijn jullie goede waterpokémon? Nee, niet echt. Normaal gesproken wel of alleen vandaag niet? Of? Ja, het zit vandaag niet echt mee, maar... Wat moet je nou veel lopen dan om iets te vinden vaak? Ja, best wel. Je moet... Ja, nou, het ligt er ook aan. Tegenwoordig heb je op internet kun je gewoon precies zien waar ze zitten. Dus dan kun je er makkelijk naartoe lopen. Dat maakt het wel dan iets minder spannend, toch? Ja, ietsjes wel, maar het is wel gewoon handig. Ja, je moet gewoon door de hele stad rondlopen en dan kom je vanzelf heel veel tegen. En het is ook een mooie stad, of niet? Ja, zeker. Zie je ook nog wat? Zit je niet eten binnen. Dus je bent door het spel weer meer naar buiten gegaan dan? Ja, zeker. Ga je dat ook doen in de winter? Nee. Maar dan is de hype, maar zeggen we weg. Nee. Maar er komen nog meer uitbreidingen misschien, toch? Er was vandaag toch een update of zo? Ja, dat zien we dan wel. Mijn vraag aan u. Wat vindt u van Pokémon Go? Wie is dat? Dus wat wilt u nou als, meegeven als boodschap dan aan de jongeren die het spelen? Levensgevaarlijk, uitkijken. Precies, opletten jongens. Dank u wel. Nee, zo. Nee, ik geloof u direct. Ja, nee, ik zie ze ook alleen maar zo lopen. Nee, dus toch. Ja, ik speel het, Ik dacht... Wat vinden jullie van Pokémon Go? Helemaal niks. Helemaal niks, waarom niet?
interesseert mij niet. En u, mevrouw? Ja, mij niet, helemaal niet. Ook helemaal niet. Hebben jullie misschien kinderen, kleinkinderen die dat spelen? Nee, we hebben geen kinderen. Moeten we nog gaan beginnen? What the fuck say? Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. What do you say?